heb ook regelmatig een match gemaakt, eigenlijk voor mijn sportscoutstijd, waar ik 0,0 euro voor gevangen heb. Dat je denkt van ja, had ik misschien iets anders moeten spelen. Er zijn duizenden werving- en selectiebureaus, maar niet met de focus op sport. Ik ben eigenlijk de enige die zo'n groot netwerk heeft in de sport. En ja, er is er eigenlijk niemand die jou beter kan helpen dan ik. Ik heb ook wel vaker mensen gesproken die dachten, ja, ik had hetzelfde idee als jij, maar ik doe het niet. In mijn geval was dat gewoon doen, gewoon starten. En het levert dan in eerste instantie weinig op. Maar je hebt wel het idee van ja, dit vind ik leuk om te doen en hier haal ik voldoening uit en dit heeft potentie om het tot een succesvol bedrijf te maken. Ik vergelijk het soms wel eens met een Alpe d'Huez etappe. Je hebt de eerste berg gehad en je daalt en er zijn weer mogelijkheden en je gaat zeg maar naar de finish. Ik heb geen vast tarief. Ik heb voor mezelf natuurlijk wel een ondergrens waarvan ik denk, ja, voor lager dan dit ga ik het gewoon niet doen. Ik werk gewoon echt op basis van no match, no pay. En je hoeft mij alleen maar te betalen als ik daadwerkelijk iemand voor je gevonden heb. Ik geef wel eens presentaties op hogescholen en dan zeg ik ook tegen de studenten van begin nu met je LinkedIn-account. Voeg je docenten toe, voeg je medestudenten toe, bouw je netwerk. Misschien is het nu niet van toegevoegde waarde om iemand te spreken. Maar hou je hem wel in je netwerk, omdat hij over 3 jaar misschien een positie heeft waar je denkt van ja, heel erg interessant, daar kan ik wat mee. Maar is het wel zaak dat je dat netwerk wat je hebt, dat je die goed behandelt en dat je daar toch contact mee onderhoudt, omdat het jouw relaties zijn.